De tentoonstelling die er op dit moment is, heet Hond in de Pot. We staan hier wel bij een poes, maar dat is de enige poes die hier eigenlijk is. En verder zijn het allemaal honden gefotografeerd in een manier waarop je kunt zeggen, het is een stil leven. Hoe kwam dit onderwerp bij uw museum terecht? Door de Tubantia. En daar zag ik het artikel van Jan Gerber, wat hij allemaal doet. En wij vonden het zo mooi werk en zo divers dat we dat echt wel een museale kwaliteit vonden om dat in ons museum te doen. Iets die er nu hangt is Hond in de Pot. Hoe ben je op dit idee gekomen? Ik heb thuis geëxperimenteerd. We hebben zelf dan ook van die kleine boemetjes thuis. Toen heb ik geëxperimenteerd gewoon in de studio met eerst met licht en toen met wat voorwerpen erbij, een handdoekje, een potje. En op zich gaf dat zo'n sfeervolle foto dat ik dacht van dat is ook wel mooi om dat ook met andere honden te doen en met verschillende soorten honden te doen en andere settings te bedenken. Nou, en uiteindelijk is dat zo'n vlucht genomen dat er ook mensen waren die dat in opdracht deden. Dus van, dan overleg ik met de eigenaar van wat willen ze er dan op hebben, wat voor soort setting moet het worden. Willen ze graag dat voorwerpen van over de hond of voorwerpen over zichzelf. Nou, uiteindelijk komt het dan tot een resultaat en dan eindigt dat in een soort stil leven met wat renaissance-achtige sfeer en licht. En dan, om dat te versterken, dan druk ik het altijd af op canvas. En dan soms, als de foto zich ervoor leent, dan bewerk ik ze na. Dan doe ik er verschillende lagen vernis overheen en soms krakeleer ik ze ook nog. Dan zitten er van die barstjes allemaal in en dan ziet het er nog schilderachtiger uit. Dat is wat ik doe met de honden.